Fairphone, yay! Dus ik heb meer in mijn handen, de Fairphone 4. En ik heb het inmiddels een week gebruikt en ik kan je dus vertellen hoe het is om deze telefoon te gebruiken. Je zal het vast wel herkennen. Je hebt dus een nieuwe telefoon gekocht, batterij is uitstekend, alles werkt gewoon super top. Maar ongeveer na 2 jaartjes tijd begint opeens de batterij toch wel een beetje kuren te vertonen. De batterij die gaat opeens snel leeg. Je moet gewoon simpelweg een nieuwe batterij. Wat ga je dan doen? Nou ja, de telefoon kan je niet makkelijk uit elkaar halen. Je koopt natuurlijk dan gewoon een nieuwe telefoon. Of je kan natuurlijk naar een of ander vaag winkeltje gaan om het te repareren. Of naar de originele fabrikant sturen. Maar dat kost weer money, money, money. Dus, oftewel, is eigenlijk zijn nieuwe telefoon best wel de snelste keuze van de meeste en met de minste gedoe. Fairphone wil dit wel een beetje tegengaan. Fairphone wil dat jij je telefoon gewoon voor 5 jaar lang minstens mee kan laten gaan. En hoe doen ze dit? Nou, eigenlijk best wel simpel. Je kan het hoesje op de achterzijde kan je gewoon verwijderen. Kijk, je kan gewoon naar de achterkant. Batterij is niet goed meer. Oh, maar nou, dat is niet zo erg. Batterij eruit. Batterij erin, klepje erop. Voilà, wauw, het is zo makkelijk. Nu hoef ik geen nieuwe telefoon meer te kopen. En dit is niet alleen de batterij. Dit geldt voor letterlijk elk onderdeel in deze smartphone. Want je kan namelijk elk onderdeel vervangen als je dat zou willen. Je kan er zelf gewoon op een website onderdeel kopen, de boel uitschroeven en het nieuwe onderdeel inzetten en dan heb je het gewoon vervangen. En dat is gewoon super makkelijk en daarom is deze Fairphone dus gewoon zo ontzettend tof. Maar Fairphone maakt alleen niet een gemakkelijke telefoon. Fairphone wil gewoon de hele boel verduurzamen. Dus ze maken alleen gebruik van duurzaam materiaal, of tenminste voornamelijk duurzaam materiaal. En ze betalen hun arbeiders gewoon eerlijk geld. Want eigenlijk, zoals je misschien wel weet, heel veel andere bedrijven maken gebruik van goedkope arbeiders in China bijvoorbeeld. En betalen ze natuurlijk veel te weinig, zodat ze gewoon lekker 24/7 lekker aan de bak kunnen. Maar Fairphone heeft zoiets van, weet je, dat is ook een beetje een snoeie boel. Wij betalen gewoon onze arbeiders gewoon eerlijke lonen, zodat ze tenminste ook gewoon normaal hun leven kunnen leiden. En dat is gewoon super tof en ik sta volledig achter hun idee. En ik vind, om eerlijk te zijn, dat eigenlijk elk bedrijf wel deze richting op moet gaan. Want dit moet gewoon. Want hoe anders gaan we gewoon zoveel jaren op deze planeet spenderen? Voordat ik de review begin, is het ook belangrijk om te weten dat deze telefoon 5 jaar updates krijgt en 5 jaar garantie. Dus dat is wel even een ding om even rekening mee te houden. Dus als eerst gaan we naar het design van het toestel. Toen ik deze telefoon uit de doos haalde, ik dacht echt van, oké, dit is best wel een beefy boyo. Want hij is best wel dik en fors in je handen en het voelt best wel groot aan. En dat is best wel even wennen. Maar na een tijdje raak je er op zich best wel goed aan gewend. En natuurlijk, omdat de telefoon zo groot is, is het scherm groot en het is gewoon fijn voor films bekijken. Dus in dat opzicht is het best wel een prima formaat. En als je kijkt naar alle knoppen die erop zitten, heb je namelijk gewoon volumeknoppen aan de rechterzijde, een aan- en uitknop aan de rechterzijde, die tegelijkertijd dient als een fingerprintscanner. En ik moet zeggen, hij werkt super goed. Aan de onderzijde heb je een speakergrill en een USB-C oplaadpoort. En dat was het. Meer niet. Ook geen simkaart tray heb je hierin, want namelijk omdat je het achterkantje kan verwijderen, zit die naast de batterij. Dus hartstikke makkelijk natuurlijk als je even je simkaartje wil verwisselen. Voor €579 dat het toestel kost, krijg je gewoon een plastic telefoon. En op zich ben ik er oké mee dat de achterklep van plastic is, want ja, het moet verwijderd worden elke keer en plastic is net wat flexibeler dan aluminium. Dan snap ik op zich de keuze ook wel. En natuurlijk ook een stuk flexibeler dan glas. Glas breekt, aluminium verbuigt. Plastic doet dat dus niet. Dus die keuze snap ik. En voor de rest zie je nog dat er een kleine camera bump is voor de camera's. Maar niet te groot. En oftewel, je hebt niet te veel wiggle op je tafel. Dus hartstikke prima. En het ziet er ook weer origineel uit. En I like it. Als je het scherm aanzet, dan zul je al meteen 2 dingen merken. Ten eerste, de selfie camera zit dus in een kleine notch.
En ten tweede, jij hebt best wel gigantische zwarte randen om je telefoon heen. En dit doet me wel een beetje denken aan telefoons die wat meer op budget zijn. Laten we zeggen telefoons die meer tussen de 200 en €300 zitten. En niet eens van een telefoon van €579. Het ziet er dus al een beetje outdated uit, terwijl deze telefoon nieuw is en het nog 5 jaar mee moet gaan. Het liefste had ik dus gehad dat ze gewoon al een design hadden die op zich goed met de jaren mee moet gaan. Maar vervolgens, waar maakt de Fairphone 4 nou gebruik van met zijn scherm? Het scherm is een 1080p IPS 60 Hz scherm. En dan kom ik weer bij hetzelfde riedeltje als hiervoor. Het is al een beetje outdated. Je verwacht dat deze telefoon 5, 6 jaar meegaat. En vervolgens heb je gewoon al een matig scherm hierin zitten. Normaal krijg je al vanaf €300 een OLED-scherm in je smartphone. En bij Fairphone voor €579 krijg je dus een IPS-scherm. Oftewel, kleuren zijn minder mooi, de zwarte zijn minder zwart. En het is gewoon jammer. Tuurlijk, weet je, tuurlijk. 1080p is scherp genoeg. De kleuren van IPS zijn heus niet lelijk. Het is nog steeds mooi, maar het had gewoon meer kunnen zijn. En zeker voordat je het 5 jaar moet gebruiken, had ik toch wel wat meer verwacht. En omdat het een 60 Hz paneel is, voelt het dus niet zo soepel aan als een 90 Hz paneel, waar ze tegenwoordig eens mee komen, of 120 Hz zelfs. Oftewel, toen ik terugging van mijn Motorola Edge naar de Fairphone 4, voelde het allemaal opeens een stuk trager aan en minder soepel. En het was gewoon, ik weet niet, ik kan me er gewoon niet aan wennen aan zulke trage schermen. En dan gaan we over naar de performance van het toestel. Het toestel maakt gebruik van een Snapdragon 750G processor en een Adreno 619 GPU. Oftewel, voor gamen zal dit best wel goed alle games nog kunnen draaien. Het enige ding is wel, dit is een beetje een mid-range chip. Dat is op zich niet prima, maar zoals ik al hiervoor zei met het design. Het is een telefoon die 5 jaar mee moet gaan, maar liefst. En als je dan al een mid-range chip hierin zet, dan zal het over 3, 4 jaar alweer een low-end chip zijn. Oftewel, waar is de future-proofing? Ik mis dat toch wel echt. Ik vind het gewoon zo jammer. Echt waar, ik vind het zo jammer. Tuurlijk, voor al je taken, je baanstaken, WhatsApp, Snapchat, weet je wat, is het gewoon snel genoeg. Ik moet eerlijk zeggen, het is nu snel. Op dit moment, in deze tijd, is het gewoon snel genoeg en doet het hartstikke prima. Maar ik ben gewoon bang in de toekomst dat het toestel gewoon wat traag zal worden. En niet zo snel als dat het eerst was. En daarom had ik liever gehad dat ze toch net even een betere chipset hierin hadden gedaan. Maar ja, je moet het ermee doen, dus helaas. En dan de batterij. De Fairphone 4 maakt gebruik van een 3905 mAh batterij. Dan denk je, zo weinig maar voor zo'n formaat telefoon. En ja, dat klopt. Normaal vind je wel eigenlijk een toestel zo dik, eigenlijk een 4500 mAh batterij of een 5000 mAh batterij zelfs. Maar dat heb je dus niet in deze. Maar op zich vind ik dat ook nog niet zozeer erg. Want 3900 mAh zorgt er nog steeds voor dat jij gewoon mooi de hele dag gewoon je batterij kan gebruiken. En dat is gewoon meer dan prima. Wil je uiteindelijk het toestel opladen, dan kan dat met een 20 watt fast charger. Die je wel los nog erbij moet trouwens halen. Standaard krijg je dus geen oplader met je telefoon. Hou daar wel even rekening mee. Dus 20 watt oplader. Op zich is dat prima, maar als je denkt dat is mij zelfs te traag, dan kun je natuurlijk ook het volgende doen. Koop een tweede batterij, heb die gewoon volledig opgeladen. Klepje eraf, oude batterij eruit, nieuwe batterij erin. En voilà, je hebt gewoon in, wat is het, 10 seconden een volle batterij. Dus in die opzichten vind ik het eigenlijk gewoon hartstikke prima en heb ik er ook helemaal niks over te klagen. En dan gaan we over naar het camerasysteem van dit toestel. Ten eerste hebben we een 48-megapixel hoofdcamera en een 48-megapixel ultrawide camera. En je merkt bij beide camera's drie dingen. Ten eerste, verscherpingsfilter zit erop. Dat maakt de boel net wat lelijker. Niet, ja, het maakt het scherper, maar ook net weer wat lelijker en wat. Ugh.
Ben ik niet zo fan van. Ten tweede, hoge contrast op de foto's. Dat maakt alles net grauwiger en donkerder. En niet zo helder als dat ik het gewild had. En ten derde is dat ze beide gewoon moeite hebben met tegenbelichting. Wat je dan zal merken is dat foto's best wel overbelicht ogen. En soms zie je op de foto's met deze camera's best wel een rode gloed. Voornamelijk als je de hoofdcamera gebruikt. De ultrawide camera laat soms een hele duistere, blauwige kleur zien. En ik weet niet. De telefoon had voor mij nog wel even wat meer software optimalisaties gemogen. En ook wat ik gemerkt had was bij de video's is dat de camera's best wel matig zijn. Ik had heel vaak iets gemerkt dat de camera's een beetje een rode gloed achterlieten op de video's. Waardoor ik ze eigenlijk zo praktisch niet meer bruikzaam vond. Want eigenlijk, ik liep bijvoorbeeld over asfalt heen. Asfalt is grijs. Voor een van de reden kreeg ik gewoon een rode gloed. En dan denk ik van, nou, dat is het dus. Dat is gewoon zo jammer. En de stabilisatie is ook wel wat matig in deze telefoon, zover ik het weet. Maar hoe presteren de camera's dan in de nacht? Over het algemeen, in de nacht maakt hij best wel redelijke foto's. Niet de beste, uitbundige, meest heldere foto's van de wereld natuurlijk. Maar je merkt wel dat hij de kleuren best wel goed duidelijk weergeeft. En dan gaan we over naar de selfiecamera. Hoe presteert die nou? Het is een 25 megapixel selfiecamera. En als je eigenlijk kijkt met de foto's, merk je wel gewoon bij normale daglichtfoto's dat hij veel contrast in je gezicht probeert te stoppen. Waardoor je gezicht dus wel wat, ja, net zoals bij de hoofdcamera, wat grauwig oogt. En niet zo lekker helder als dat ik gewild had. Maar de verf voor het tegendeel maakt best wel keurige foto's in tegenblik. Hij laat gewoon goed jouw gezicht helder ogen. En dat is belangrijk natuurlijk als je selfies maakt. En voor foto's in het donker doet hij het op zich ook wel redelijk. Eén ding wat ik echt blij mee ben, is dat hij niet een smoothing effect overgooit bij de selfiecamera. Oftewel, ruis krijg je nog wel te zien in je foto met de selfies. Alleen je behoudt op die manier ook wel de detail. En dat vind ik top. Dan over naar de conclusie van de Fairphone 4. Moet je hem kopen? Moet je hem dan niet kopen? En wie zou hem wel moeten kopen? Deze telefoon, heb ik gemerkt, is echt voor de mens die een beetje een steentje wil bijdragen aan de wereld. Die meedenkt aan duurzaamheid en betere lonen voor de arbeiders. En daar helemaal vol in staat. Deze is echt voor jullie. En ook voor de mensen die heel ruig zijn met hun spullen. Dus laten we zeggen, je laat die mobiel heel vaak vallen. Je telkens weer kapot schermpje. En je wil niet telkens weer een nieuw mobiel moeten kopen. Of nieuwe reparaties hebben, omdat je schermpje stuk is. Ja, weet je, dan is deze perfect voor jou. Want je kan gewoon makkelijk zelf een schermpje uitwisselen en voilà. Maar voor wie het nou niet echt is, is voor iemand, dus zoals ik, een student, die een goedkope, goede telefoon wil kopen. Want op hardwaregebied loopt deze telefoon gewoon best wel achter al, terwijl hij net nieuw is. En dat wil ik niet. Ik wil een telefoon hebben die meteen al gewoon goed is. En natuurlijk het beste voor de prijs. En dat is deze telefoon gewoon niet. Dus voor studenten en mensen die de goedkoopste bang voor de buck telefoon wil hebben, dan is deze niet voor jou. Al in al vind ik het idee wel super tof en Fairphone. En vind ik dit zeker een goede richting waar alle bedrijven naartoe moeten gaan. Dit is een mooie voorbeeldfunctie en ik hoop dat andere bedrijven dit zien. En denken van, dit moeten wij ook doen. Maar op dit moment vind ik het nog niet echt geschikt voor mij. En moet jij maar net zien of het geschikt voor jou is. En dat is ook wel de video. Dus super bedankt voor het kijken naar deze video. Like natuurlijk als je de video leuk, behulpzaam of informatief vindt. En abonneer natuurlijk voor meer. En dan zien we terug in de volgende. Tot ziens.